Ja, natuurlijk hartstikke blij, team blij. Er waren enorm veel supporters afgereisd naar daar. En iedereen hartstikke blij. Wat moet ik ervan zeggen? Ja, een wereldtitel blijft een wereldtitel, dus blijft speciaal. En of dat nou de derde is, of de tiende, of de tweede, of de eerste. Oké, de eerste is altijd het allerspeciaalste, vind ik. Maar een wereldtitel blijft uniek en blijft speciaal. Dus het is niet zo dat ik een voorkeur heb aan wereldtitels. Ondanks dat natuurlijk de laatste in 2017 in Nederland was, waar natuurlijk enorm veel volk was. En wat erg leuk was. Maar een wereldtitel blijft een wereldtitel en we zijn er enorm blij mee. Dat wordt niet anders. Je weet natuurlijk wel wat er komen gaat. Dus je weet dus hoe zo'n weekend ingedeeld wordt en je weet wat je kunt verwachten. Maar het blijft natuurlijk wel iets speciaals. Dus ik moet wel zeggen, ik heb heel goed geslapen. Maar ik stond aan de starttafel voor de eerste mijns. Het was een heel lang rechtstuk linksom. Enorm veel snelheid, enorm veel risico in mijn ogen. Stond ik wel van, nou moet er wel niks gebeuren. En dan gebeurt het er eigenlijk wel, want we zaten helemaal in het gedrang. En heel mijn stuur is verbogen in die start, koppelingshendel, alles is krom. Dus we zaten er flink tussen, maar we kwamen er uiteindelijk toch nog niet slecht uit. En dat zijn wel dingen waar je aan denkt op dat moment, ja. Het is eigenlijk een heel fijn en vlekkeloos seizoen geweest tot dusver. We hebben dankzij ons technisch team hebben we geen uitval gehad. We hebben altijd podium gereden. We hebben eigenlijk heel weinig tot niks meegemaakt. En dat maakt een seizoen tot wat hij nu is. En ja, we hebben daarmee de titel kunnen pakken op één Grand Prix voor het einde. En hebben daarmee laten zien dat we het meest constant en het beste waren dit seizoen. Dus we mogen spreken over een goed seizoen afgelopen seizoen. Ja, natuurlijk hartstikke blij, team blij. Er waren enorm veel supporters afgereisd naar daar. En iedereen hartstikke blij. Alleen ja, het is natuurlijk leuker als je over de finish komt en je weet van yes, we hebben hem te pakken. En dat was wederom niet het geval. Dat was in 2017 al niet en nu weer niet. Maar goed, uiteindelijk, dat is nu even dat je daaraan denkt. Maar vanaf nu telt alleen maar, we hebben de titel te pakken. En we hebben er hard voor gewerkt en we zijn er super blij mee. Om hem nu weer te pakken is hartstikke fijn. Maar dat wil ook zeggen, ik heb het gisteren nog met de jongens over gehad op de terugweg. Ik zeg, ik hoop niet dat we de traditie voortzetten, want dan gaat het enorm veel pijn doen komend seizoen.